Heb je het ook gezien? Ik heb een nieuw klokkenstok, zie. Heel groot. Oh, volgens mij is hij ook een beetje niet helemaal lekker. Het is een beetje een... beetje... Nou ja. Trouwens, het is eigenlijk heel klein ook. Misschien... Dit is eigenlijk natuurlijk wel... Het is wel iets beter. Het lijkt al meer op klokkenstok, dus iets groter, zie. Alhoewel die ook een beetje... Nou ja... Slapjes is, zeg maar. Oh, wacht. Hier heb ik nog eentje. Oh. Ja, maar die is helemaal... Die is helemaal wel een beetje te lang. Want dan kun je niet eens... Kun je al niet zwaaien, zie je. Maar het is een beetje raar. Dit is ook meer een... hallo. Weer een snor. Ja, stel nou voor dat je met z'n drieën gaat goochelen. Wie krijgt dan de lange goochelstok? Wie de middellange en wie de korte? Dat is ook moeilijk te verdelen. Weet je, wat we zouden kunnen doen natuurlijk... Is... Dat we die stokken gewoon even lang maken. Dat is natuurlijk wel grappig. Dat je ze gewoon even lang maakt. Dus dat je één goochelstok hebt die net zo lang is als de tweede. Maar die ook weer net zo lang is als de derde. Dat kan natuurlijk wel. Dus dan heb je gewoon drie goochelstokken die even lang zijn in plaats van drie ongelijke. Want die drie ongelijke is leuk. Maar die hadden we dus net. Er zijn waar dus deze. Wat gaan we nou krijgen? Nou ja. Dit is even puur een stukje uit de... Nieuwe DVD van Jay Sankey, Wonderful. Wonderful, moet ik zeggen. Je krijgt erbij ongeveer 1,80 meter van dit zwarte nylon touw. Dat mag je zelf op maat maken. Waarom is dat nog niet gebeurd? Heel simpel. Jay zegt, nou, er zijn smakenverschillen. Sommige mensen willen witte uiteindjes, sommige zilveren. Sommige willen tape gebruiken, sommige plakfolie. Dat kun je allemaal zelf beslissen. Daarnaast legt hij verschillende routines uit op de DVD. Voor de ene moet je de touwen prepareren 27,5 centimeter bijvoorbeeld. En voor de andere 10 centimeter. 25 centimeter. Omdat hij niet weet wat jij precies wil gaan doen. Je kunt namelijk kiezen wat je gaat doen. Heeft hij ze nog niet geknipt en geplakt. Maar kun je dat zelf heel eenvoudig doen. Gewoon met een scherp mesje kun je touw snijden. En dan voorzie je ze van een tapeje op het uiteinde. En dan heb je dit. Nou, als climax kun je al deze touwen bij elkaar pakken. Trekt ze tot één lang touw en dan zitten er nog de witte stripjes in het midden en als je die schuin houdt, schuiven die ook nog weg. Dat kan ik nu niet, omdat ik daar niet op geprepareerd ben, maar dat is een mogelijke extra optie. Nou, je leert op de DVD de complete Professor's Nightmare routine à la Jay Sankey stijl. Ja, en dit is natuurlijk veel leuker dan witte touwtjes. Dit spreekt natuurlijk heel erg aan voor kinderen ook, de goochelstokjes touwtjes. Nou, je kunt alle grappen weer maken die je kunt verzinnen. Ze zijn ziek, ze zijn slap, ze gaan dansen, een snor, weet wat je ook maar wil. DVD folders van Jay Sankey over, ja, eigenlijk is het The Professor's Nightmare. Deze kost €49, dus compleet met heel veel touw. Je hebt dus nog genoeg touw over. Volgens mij kun je zelfs twee sets maken als je de finale niet gebruikt. Dan heb je zelfs daar genoeg touw over.